Eigenlijk vanaf het moment dat wij begonnen zijn met VR, hebben we ontzettend veel enthousiaste opdrachtgevers die opeens veel beter zien wat ze gaan krijgen en daar veel, veel meer over mee kunnen praten en zich echt een soort van engaged voelen in het proces. Je hoort Maarten Polkamp, architect en partner van Personal Architecture. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en praat vandaag met Maarten over de inzet van BIM in het ontwerpproces en in het verlengde daarvan over de waarde van virtual reality VR. Dit is de vierde aflevering in de serie van podcasts die we in samenwerking met de BNA maken over technologische innovatie in de architectenpraktijk. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Alexander Pastoors, programmamanager technologische innovatie bij de BNA, over hoe hier vanuit de branchevereniging aan gewerkt wordt. Maarten, samen met Sander van Schaik leid jij Personal Architecture. Hoe ziet jullie bureau eruit en aan wat voor projecten werken jullie zoal? Nou, PA, Personal Architecture, is eigenlijk niet echt een standaard architectenbureau. Hoewel veel architectenbureaus dat van zichzelf zullen denken. Maar wij, naast onze architectuurprojecten, doen wij zelf ook projectontwikkelingen. En daarnaast doen wij onderzoek. En dat onderzoek is eigenlijk, gaat over de schaal van de stad. En we proberen een visie te vormen op de vital city of the future. En in onze projectontwikkelingen proberen wij eigenlijk een beetje practice what you preach te doen. Dus we proberen slimme transformaties in de stad te doen, verduurzaming, verdichting. En in onze architectwerkzaamheden, wat verreweg nog het merendeel is van wat we doen, richten we ons eigenlijk op meer op complexere transformaties dan op nieuwbouw. En dat doen we een deel voor particuliere projecten, ongeveer 30% van onze omzet en 70% utilitair en voornamelijk ook in de leisure sector. Dus we doen veel hotels en hostels. Zo'n 10 jaar geleden zijn jullie gestart met BIM, met Building Information Modeling. Dat begint met het ontwerpen van projecten in 3D, wat jullie dan in Revit doen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Is er bij de projecten nog wel een schetsfase buiten Revit of beginnen jullie eigenlijk direct het in 3D te tekenen? Dus wij zijn inderdaad zo'n 10 jaar geleden met Revit gestart. Daar waren we redelijk vroeg mee. Op dit moment is het grootste deel van onze traject vindt plaats in Revit. Eigenlijk al vanaf het allereerste ontwerpfase, het voorontwerp en soms ook zelf het structuurontwerp. Alleen, daar gaat uiteraard wel altijd aan vooraf de traditionele schets en de pen, et cetera. En ik moet zeggen dat een van de, in mijn ogen, grote manco's nog altijd van alle 3D-modelleringspakketten, intelligente modelleringspakketten, is dat je niet zo heel goed schetsmatig erin kan werken. Dus wat wij nog altijd doen in bijna alle fases van het ontwerpproces, is een snelle export maken naar SketchUp, daar wat in proberen, modelleren en weer terughalen naar Revit enzovoort. En tot welk niveau werken jullie vervolgens jullie ontwerpen in BIM uit? Tot welk level of design, zoals dat heet? En blijft het een valkuil om niet te ver daarin te gaan? Ja, het is. Ik merk dat het heel erg afhangt van het type opdracht. En dus in welk segment doe je het? Is het nieuwbouw of is het de bestaande bouw? Het hangt heel erg af van de opdrachtgever. Hè? Dus een heel groot deel van de opdrachtgevers heeft geen idee wat überhaupt de level of design betekent. Laat staan dat ze duidelijk een mening over hebben. Ik denk dat in de praktijk dat wij gemiddeld op zo'n beetje level of design 300 zitten. Maar in het merendeel werken wij nog altijd met traditionele planfases, waarin wij dan zelf eigenlijk meer de keuze maken wat wij wel en niet intelligent willen modelleren. En dat hangt weer heel erg af van of de andere partners, de mede-adviseurs meedoen of niet. Wat een opdrachtgever wil en of het een complexe transformatie is of een nieuwbouw. En nieuwbouw leent zich daar natuurlijk weer veel beter voor dan transformaties. En wat als je dan hebt over die transformaties, hoe beperkt is dat dan? Nou, wat je ziet bij transformaties is dat, dat het werk van de architect maakt een beetje het merendeel uit van zo'n opgave. Dus wij werken bijvoorbeeld veel aan monumentale panden. En dan is eigenlijk de rol van de constructeur is bijvoorbeeld relatief klein. Dus de kans dat zo'n constructeur zegt van ja, sorry, ik leg er wel even mijn schetsen overheen en ik maak daarna wel een tekeningetje ervan en laten we alsjeblieft niet die modellen in elkaar gaan vlechten, die is natuurlijk relatief groot. Degene die wat mij betreft het meest achterop
blijven 10 jaar geleden al en nu nog steeds zijn de installatieadviseurs. En die zeggen vaak nog in een opdracht, ja, wij kunnen ook in BIM werken. Nou, dan denk ik, als je dat zegt, dan heb je het sowieso eigenlijk al niet begrepen. Dan is het nog in ieder geval nog niet je default BIM, zullen we maar zeggen. En hoe zit het met aannemers? Zeker bijvoorbeeld als je het hebt over nieuwbouw, kun je dan nog wel op een gegeven moment dat BIM-model waar je dan zo lang aan gewerkt hebt overdragen aan aannemers? Of is dat een illusie? In onze projecten merken we eigenlijk dat de aannemers daar in de regel nog helemaal niet zo in geïnteresseerd zijn. Zelfs als wij zeggen wij kunnen alle data aanleveren, hoeveelheden, staten enzovoorts, dan gaat toch vaak die calculator nog met zijn rode pen en zijn lineaaltje over die tekeningen heen. En ik moet zeggen, dat is niet alleen kleinere aannemers waar we mee werken, maar ook zelfs de grote aannemers. En misschien heeft dat ook weer te maken met die transformatieopgave in plaats van de nieuwbouw, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik maak het eigenlijk weinig mee dat aannemers echt ontzettend dringende behoefte hebben aan onze modellen. Laat staan dat we die ook nog eens kunnen vermarkten aan. Zo wat we natuurlijk eigenlijk al 10 jaar geleden zijn beginnen te denken, ook met de BNA, om te kijken van hoe kunnen wij nou al die opgebouwde data eigenlijk vermarkten aan ofwel je opdrachtgever of aan de aannemer of aan allebei. Dus wij zijn bijvoorbeeld nu wel met een partij bezig die zich specialiseert in massieve houtbouw. En dat lijkt natuurlijk best wel veel op interieurbouw, als in alles is van tevoren bedacht, uitgetekend enzovoort. En daarin werken wij wel eigenlijk echt in hetzelfde model. En zij zijn uitermate geïnteresseerd in de opbouw van ons model. En daar werken, ja, daar gaan we eigenlijk, dat is het eigenlijk allemaal één. Ja, precies. Want het blijft toch wel de toekomst dat het geïntegreerd wordt. Hè? Eigenlijk de ontwerpfase en de bouw. Ja, het is absoluut bizar inderdaad dat het nog zo vaak voorkomt dat de aannemer rustig zijn eigen tekeningen gaat maken. En dat de installateur zegt, laten we eerst maar eens even haalbare plannen gaan maken in plaats van die tekeningen van die installatieadviseur. En dan begint het zootje weer opnieuw. En natuurlijk uiteindelijk in de exploitatiefase, wat natuurlijk de verreweg de langste fase is van de totale cyclus van een gebouw. Daarin is het natuurlijk zaak dat we gewoon veel meer de data gaan gebruiken die we al opbouwen in de modellen voorafgaand aan de bouw. En je had het er net al even over. De belofte van BIM is dat je samenwerkt met adviseurs. Kun je daar meer over zeggen hoe jullie samenwerken met constructeurs en al dan niet met die installatieadviseurs? Ja. Dus inderdaad de samenwerking tussen de adviseurs. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vind in die 10, 11 jaar dat wij nu met Revit werken en dus van voorzichtige BIM toch wel redelijk veel ervaring daar inmiddels in hebben, dat er niet zo heel veel progressie in zit. Dus ik merkte dat in het begin al constructeurs vrij makkelijk waren met mee te gaan in ons model en in hetzelfde model werken en dat redelijk op orde hadden. En de installatieadviseurs die bleven achter, hè? Dus die zeiden als aparte post in hun offerte van wij kunnen het eventueel ook in BIM uitwerken. Nou ja, dat is natuurlijk dan is het ten dode opgeschreven. Als je dat eigenlijk nog steeds ziet als een soort van meer arbeid, terwijl het natuurlijk beoogt dat we met z'n allen efficiënter kunnen gaan werken met minder faalkosten. En dat je niet dingen twee keer hoeft te doen. En eigenlijk de installatieadviseurs, tenminste degene waar wij mee werken, die zien het nog altijd soort van als een ingewikkelde extra stap. Nou ja, dan moet je voorstellen dat als je met een rijksmonumentaal landgoed bezig bent, dat ze gewoon doodleuk nog steeds tekeningen maken die dwars door alle spanten, monumentale wanden enzovoorts heen gaan. Met als gevolg dat wij vaak de installatie 3D modelleren die de installatieadviseur 2D heeft bedacht. Ja, dat is wel een bizarre situatie. Daar is in die beroepsgroep nog echt werk te doen dan. Hè? Ja, en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe wij de volgende stap daarin, hoe dat zou gaan. En natuurlijk, er zijn vaste uitzonderingen, maar ik hoor het eigenlijk ook vaak van collega-architecten dat het daar toch wel een beetje blijft hangen nog. Ja, precies. En die constructeurs, dat gaat veel eenvoudiger, zeg je. Ja, de constructeurs die zijn, vind ik, erg snel op hetzelfde pad geraakt als de architecten en zijn heel erg thuis in de materie. Ook daar weer geldt wel dat er een groot verschil is tussen nieuwbouw en transformaties. Bij nieuwbouw loont het veel meer om vanaf het allereerste begin in hetzelfde model te werken. Ook omdat de rol van de constructeur dan tamelijk groot is. Als je een bestaande bouw hebt waar al een fundering is, waar al muren staan en waar af en toe
toe een wandje doorgebroken moet worden of een staalconstructie ingebracht moet worden. Ja, dan is het natuurlijk wel verleidelijk om niet een heel model samen op te gaan bouwen. Maar dan merken we alsnog wel vaak dat wij ons model aan de constructeur geven en dat hij tenminste in dat model zijn constructie intekent. Ja. Dus dat is een soort afgeleide vorm. Enkele jaren geleden zijn jullie in het verlengde van BIM gestart met het inzetten van virtual reality met VR. Kun je vertellen over jullie ervaringen tot nu toe? Ja, wij zijn al best wel lang met virtual reality bezig. De allereerste begin op de meest banale manier die je kan verzinnen, met een brilletje waar je dan je telefoon in moest doen en met een soort halfslachtig appje dan mensen een stilstaand beeld kon laten bekijken. Maar dan kon je dus rondkijken in een stilstaand beeld. En dat vonden wij in het begin een soort van gimmick. Tot wij merkten dat eigenlijk nagenoeg alle opdrachtgevers nieuwe informatie zagen, terwijl we ze ook al plattegronden, doorsnedes, impressies hadden laten zien. En zelfs met dat brilletje op steeg het enthousiasme in met mensen en kreeg je andersoortige discussies. En ik denk een jaar of 2,5 geleden zijn we begonnen met de echte VR. Dus met een bril waarin je dus kan lopen door een ruimte en alles kan bekijken. En het is echt waanzinnig. En met welke partijen, je hebt het over opdrachtgevers die dan inderdaad nieuwe dingen ervaren, wat natuurlijk heel, heel interessant is. Maar kun je het ook inzetten voor andere partijen, zoals die adviseurs of de aannemers? Ja, we hebben een heel soort van hele traject doorlopen. Dus toen wij begonnen met die VR-bril, toen was nog eigenlijk niet zoveel mensen waren daarmee bezig. En wij dachten eigenlijk, dit is een presentatiemiddel voor onze opdrachtgevers. Want hoe fijn is het als je opdrachtgever vanaf het allereerste begin al precies weet wat hij gaat krijgen. En dan heb ik het dus niet alleen over particuliere opdrachtgevers, maar juist ook professionele opdrachtgevers van wie je vaak aanneemt dat ze goed plattegronden kunnen lezen. Maar alsnog zie je dat dus die partijen echt wel meer in de driver's seat geraken als je ze een VR-bril op hun hoofd doet. En dus in het begin zagen we vooral die opdrachtgevers, tot we ons realiseerden dat het ook in een ontwerpfase voor alle andere adviseurs interessant is. Dus toen begonnen we met de constructeur ook die bril op te zetten. En het is ongelooflijk, maar zelfs een constructeur van wie je dus verwacht dat hij automatisch 3D denkt, wil nog wel eens 2D denken. Dus zo gauw we hem die bril opzetten, zeg je, nu begrijp ik het. Het is in die zijbeugel kunnen we nog een staalconstructie zo inbrengen. Oh, en dan maken we hier een balk. En dat kan je natuurlijk allemaal aanwijzen in dat 3D-model. Dus wij maakten notities en zaten te kijken, oké. En vervolgens modelleerden we wat voor ideeën die had. En toen dachten we van, hier zit muziek in. Het is niet alleen een presentatiemiddel, het is ook een soort samenwerkingsmiddel. Nou, dat zijn we ook gaan doen met de installatieadviseurs, totdat we dus eigenlijk met het hele designteam die VR-techniek gebruikten. En later dus ook met aannemers. En dat is ook interessant, want een aannemer heeft natuurlijk, die krijgt een bestek en die krijgt enorme stapels met tekeningen en dingen. En dan moet hij zich helemaal doorheen worstelen. Maar hoe fijn is het als die ook nog eventjes die bril op kan zetten en gewoon ziet van, aha, zo moet het er uiteindelijk uit gaan zien. Al die informatie ten spijt, dit is wat ik dadelijk ga bouwen. Nou, en de grap is, we hebben natuurlijk altijd een beetje een gespannen relatie met tussen een architect en een aannemer. Want je hebt toch altijd in zekere zin een wat ander belang. Maar wil niet zeggen dat de aannemer in principe ook enthousiast te krijgen is over wat hij dadelijk zelf gaat bouwen. En wat wij dus merken, wat ook een hele grote verdienste is van het VR, is dat mensen gewoon enthousiast worden. En enthousiasme en een soort van team spirit is ontzettend belangrijke smeerolie in een proces wat vol met hobbels zit. Dus het levert ontzettend veel op. En wat we zelfs doen, is dat als een project in de uitvoering gaat, dat we het uitvoeringsteam, dus de projectleider, de uitvoerder en zijn belangrijkste mensen op de bouw, op kantoor uitnodigen en iedereen die bril opzetten. En opeens weten die jongens ook waar ze aan het timmeren, metselen zijn en waar ze het komende jaar hard aan moeten gaan werken. Dus het is ook een soort een teambuilding ding. En wij merken dat er gewoon veel minder fout gaat, want iedereen weet wat hij krijgt of wat hij moet maken. Dus onze opdrachtgevers die zijn vanaf het allereerste begin
een soort van echt in de driver's seat om te denken van, aha, dus dit krijg ik, maar wacht, waarom kunnen we dan niet dat en dat doen? En oké, we hadden dat besproken, maar misschien is dit nog wel veel interessanter. En wat is er leuker dan opdrachtgevers en eindgebruikers die ook echt na de hand het gevoel hebben van, wij zijn hier deelgenoot geweest van dit proces en wij hebben samen het onderste uit de kan gehaald. Fascinerend wel, dat het zoveel betekent eigenlijk, hè? Zo'n nieuwe tool voor zo'n ontwerpproces. Dan even een meer technisch dingetje van, hoe begeleid je dan die verschillende partijen in de verschillende fases van zo'n ontwerp? Hè? Want het model is natuurlijk in het begin abstracter dan aan het eind. Ja, moet je ze dan instrueren of moeten de opdrachtgevers dat en andere partijen dat ook leren? Van oké, dit is deze fase, dus heb ik het niet over de precieze details. Ja, dat is echt daar sla je de spijker op zijn kop. Dus de grote uitdaging waar wij voor staan is dat we dus normaal gesproken hebben keurig die fases voor ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, etc. waarin je ongeveer weet welk product je moet verwachten. Zet je mensen in de voorontwerpfase al die VR-bril op, dan is natuurlijk de kans levensgroot dat ze het over dingen gaan hebben die eigenlijk niet interessant zijn. Dus zeggen, hé, maar wacht even, die vloerafwerking, moet dat zo of kunnen we dat ook anders doen? Terwijl, waar gaat het over in het voorontwerp? Over de ruimte, het ruimtelijk ontwerp. Dus hoe verhouden de ruimtes zich tot elkaar? Hoe is het programma van eisen vertaald in een eerste ruimtelijk voorstel? En wat we dus nu moeten gaan doen is dat we, hoe zorg je ervoor dat je in de voorontwerpfase ten eerste niet zoveel laat zien dat je discussies krijgt over de details, maar wel dat je mensen niet in een wit lege doos laat rondlopen, want dan is het weer te abstract om het daadwerkelijk over te brengen. En dus hoe, dus we zien dat wij heel veel informatie uit de fase definitief ontwerp al naar de voorontwerpfase halen. Dus die voorontwerpfase die wordt steeds belangrijker. Maar ja, met gevolg dat als je een aanbieding maakt, dat het heel moeilijk te verdedigen is waarom ons voorontwerp bijna een factor 2 kost van het voorontwerp van iemand die niet met VR werkt. Dus dat zijn allemaal hele interessante dingen. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij zijn daar zelf het wiel in aan het uitvinden. En ik heb daar eigenlijk is de kant van de opdrachtgever nog helemaal niet zo ver om dat überhaupt te zien en daar iets van te vinden. Dus dat zijn we echt zelf aan het bedenken. Nee, klopt. Ja, het is natuurlijk ook een vrij jonge techniek nog. Hè? Dat is, dus dat heeft ook wat tijd nodig. Ja. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Alexander Pastoors, programmamanager technologische innovatie bij de BNA. Alexander, de afgelopen decennia is de manier waarop gebouwen getekend worden sterk veranderd. Het begon met de tekentafel, die werd ingewisseld voor de computer en daar werd vervolgens eerst in 2D opgetekend en nu steeds vaker in 3D. Maar de volgende stap in dit proces van digitalisering begint zich toch steeds duidelijker af te tekenen en dat is het programmeren van ontwerpen, ook wel parametrisch ontwerpen genoemd. Hoe wordt hier vanuit de BNA naar gekeken? Een van de speerpunten die we in ons programma hebben gaat over het leren toepassen van de kennis over het parametriseren van je ontwerp. En wij vinden het heel belangrijk dat we het begrip parametrisch ontwerpen, dat we dat ontmythologiseren. Het wordt heel vaak geassocieerd met architectuur bijvoorbeeld van Zaha Hadid en dergelijke, waardoor er een zweem omheen hangt van als het heel erg moeilijk wordt, dan moeten we gaan parametriseren. Terwijl de kennis daarover van hoe je ontwerpbeslissingen die je dagelijks neemt als architect, hoe je dat en wat in feite wiskundige problemen vaak zijn, in essentie als je het analyseert, hoe je dat kan gebruiken door daar scripts voor te maken en hoe je die scripts kan inzetten om je ontwerpproces te efficiënter te maken, dat we dat heel erg sterk onder de aandacht willen brengen van onze leden. En dat dat dus ook helpt bij bijvoorbeeld het maken van een verkavelingsplan of het optimaliseren van een indeling in een driebeukige appartementengebouw. Ik zeg maar even wat. Dus dat zijn allemaal wiskundige problemen in essentie die je kan parametriseren en waarbij je dus de hulp kan inroepen van programma's en de computer om dat voor jou
slimmer uit te rekenen en sneller uit te rekenen. Ja, precies, want het biedt natuurlijk wel een hele reeks aan voorbeelden. Hè. Je komt eigenlijk veel varianten kun je veel sneller genereren en daarmee optimalisering ook veel sneller bereiken. Ja, en daarmee bied je dus opdrachtgevers, hè, sta je in sterkere schoenen door te zeggen van ik heb alle mogelijke varianten berekend en dit is voor u als opdrachtgever de meest optimale variant, want dan heeft u x meer procent opbrengst bijvoorbeeld dan met een andere variant. En zien jullie vanuit de BNA daarbij nog een verschil in hoe kleinere en grotere bureaus dit omarmen? Ja, dat verschil is nogal significant. We hebben dit voorjaar weer een zogenaamd verdiepingsonderzoek onder onze leden uitgevoerd. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld het toepassen van parametrische ontwerpsoftware, als we dat kijken, gemiddeld genomen, zeggen ons bureaus dat ze dat in 16% van hun opdrachten toepassen. Maar als we dan kijken naar bureaus die groter zijn dan 40 FTE... wordt dat al in meer dan 40% van de opgaves toegepast. Dus dat verschil is nogal groot. En als je dat dan vergelijkt met de kleinere bureaus, dus bijvoorbeeld bureaus tussen de 5 en de 10 FTE... wat een significant onderdeel of deel uitmaakt van de bureaus die we hebben in Nederland, daarin wordt dat slechts voor 11% toegepast. Dus er wordt 4 keer zoveel meer toegepast bij de grote bureaus dan bij de kleine bureaus. En speelt dat verschil tussen die grote en kleine bureaus ook nog bij de omarming van andere technologieën? Ja, we hebben daar, laat ik zeggen, we hebben vorig jaar voor het eerst uitgevraagd van wat bureaus zien als relevante technieken, waarvan zij verwachten dat ze dat in de toekomst veel zullen toepassen. En een van die technieken, daar hebben we er 5 uitgehaald, top 5, was bijvoorbeeld het toepassen van virtual en augmented reality. En daar is dat verschil eigenlijk nog vele malen groter. Als je kijkt daar, die technieken worden bij bureaus bij meer dan 40 FTE, in 2/3 van de projecten wordt dat toegepast. Als je dat dan vergelijkt met de categorie die ik net ook al noemde, tussen de 5 en de 10 FTE, wordt dat slechts in 30% van de bureaus toegepast. Dus dat zakt nog steeds nog meer af bij de nog kleinere bureaus. En het is een techniek die niet heel erg veel van je investering vraagt om dat toe te passen. Maar ik denk dat daarachter ligt dat natuurlijk, om die techniek toe te passen, moet je überhaupt al een eerste stap hebben gezet op het gebied van digitalisering. En dat moet je dus sowieso al, in ieder geval de eerste stap naar een BIM Lite of een klein BIM hebben gedaan. We zien dat als fundamentele eerste stap die bureaus moeten doen, om daarna verder op het pad van de digitalisering te gaan. Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat de kleinere bureaus vaker nog in 2D tekenen, omdat ze niet per definitie, maar toch vaker ook aan misschien minder complexe projecten werken. En vanuit die 2D-omgeving kun je natuurlijk heel moeilijk die transitie naar virtual reality maken. Terwijl uiteindelijk vanuit 3D dat heel snel te doen is. En wat je zegt, met een relatief lage investeringslast en hele snelle ROI, zou ik zeggen. Ja, klopt. Want je opdrachtgevers die profiteren daar direct van eigenlijk. Nee, dat zien wij meer. Het blijft natuurlijk ook iets van wat we in de eerdere podcasts hebben benoemd. Is dat voor sommige bureaus dat de kosten die daarmee gemoeid zijn, dat die een hindernis zijn om die techniek toe te passen. We hebben een aantal jaren geleden al een keertje onderzoek naar laten doen. Is dat bureaus vaak de investering overschatten en de ROI, zoals je het noemt, onderschatten. En dat we gaan dat opnieuw onder de aandacht brengen. Want we kennen gewoon talloze kleinere bureaus die wel een succesverhaal van hebben kunnen maken. En die dus zien van nou, het investeren in deze software heeft mij zoveel meer efficiëntie opgeleverd dat ik gewoon wel die investering terugverdien. Het blijft altijd een aandachtspunt. Dus je moet heel goed nadenken van wat zijn je kosten per werkplek om dat te optimaliseren. Maar wil je in de toekomst meedraaien in deze digitale wereld, zul je die stap toch echt moeten zetten. Nieuwe computertechnologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. En ik denk dat de jongere generatie ook goed ziet dat willen zij die technologie naar hun hand kunnen zetten, daar een betekenisvolle relatie mee aangaan,
dat het belangrijk is om te leren programmeren. Dan komt wel de vraag naar voren van hoe zit dat eigenlijk bij de oudere generatie? Ontstaat het bewustzijn daar ook? Minder. Het is een van de zaken die wij bijvoorbeeld uit de denktank naar voren hebben gehaald, waar dit issue naar voren is gekomen, dat je ziet dat de jonge honden, dus die op zijn gegroeid, die digitaal savvy zijn, tools ter beschikking hebben, weten dat die tools bestaan om processen te vereenvoudigen, te versnellen, efficiënter te maken. En dat tegelijkertijd de beslissingen die worden genomen uiteindelijk van wat wordt ingezet in een project, in welke fase, bij de boomers zit. Als ik het zo even mag opschrijven. Ja. En de oudere generatie is wat terughoudender in het loslaten van dit soort traditionele processen. Want zo hebben we het altijd gedaan. En we weten dat het zo werkt. Om in het diepe te springen. Om dit soort nieuwe digitale technieken te omarmen en daarmee te experimenteren. Dus bij deze een oproep aan de oudere generatie om bied die ruimte aan de jonge honden en zoek projecten uit waarmee je kan experimenteren en je die technieken eigen maakt. Of in ieder geval ervoor zorgt van dat je de ruimte biedt aan je medewerkers om daarmee te experimenteren. Ja, exact. En zoals Architectenweb noemen we dan tegenwoordig een platform, maar beschouwen we intern toch ook een beetje als een technologiebedrijf. In de zin dat wij ook een programmeur in dienst hebben die continu aan die website werkt. En ik denk dat toch architectenbureaus zich ook op die manier een beetje naar hun eigen organisatie moeten gaan kijken. Van ook een beetje techbedrijf worden. Feitelijk zijn ze dat al. Alleen sommigen realiseren zich dat nog niet. Het is een ontzettend technisch vak. Altijd al geweest. Laten we wel zijn. Het komt niet opeens als donderslag bij heldere hemel. Maar ik heb wel de indruk van dat sommige bureaus nog onderschatten van wat de impact van die nieuwe technologie gaat zijn. En welke middelen er ter beschikking zijn om bepaalde processen te vereenvoudigen in het ontwerpproces. Dus het is een oproep. Omarm de techniek. Want jij wil liever als architect aan de stuurknoppen zitten. In plaats van dat je dingen overkomen waar je geen controle over hebt. Dankjewel, Alexander. Meer informatie over het programma van de BNA rond technologische innovatie is te vinden op de website van de BNA. We zijn weer terug bij ons gesprek met architect Maarten Polkamp over de inzet van BIM en VR in het ontwerpproces. Maarten, je vertelde net dat jullie VR inzetten in de communicatie met jullie opdrachtgevers, adviseurs en zelfs aannemers. Maar jullie zetten het ondertussen, begreep ik van jou, ook intern in tijdens het ontwerpproces. Kun je daar meer over zeggen? Ja, dat klopt. Dus naast dat wij het ontwerp presenteren aan mensen en het ontwerpteam betrekken in wat we hebben ontworpen, proberen we dat nu ook steeds interactiever te doen. Dus in plaats van dat wij een constructeur laten kijken in het model wat we bedacht hebben, laten wij bijvoorbeeld onze lichtadviseur in het model rondlopen en vragen we hem van, goh, wat denk je daar? Hoe kunnen we dit aanlichten? En zou het misschien mooi zijn om dat te doen? En we hebben dus een soort van interactieve ontwerpsessies met aanpalende adviseurs, waarin ze dus ter plekke dingen kunnen zien en ideeën kunnen geven die wij dan weer ook daadwerkelijk kunnen modelleren. Dus wij zijn nu ook echt zover dat wij hele lichtplannen in ons VR-model kunnen visualiseren en die vervolgens weer met die lichtadviseur kunnen bespreken. Dus je haalt er ook nog eens heel veel tijd en mogelijke misverstanden uit en heel veel planfases. Dus we kunnen nu echt best wel snel in een soort van Scrum Agile-achtige manier tot ontwerpen komen. En we merken, en dat is iets wat ik van tevoren helemaal niet had zien aankomen, dat het ook voor ons zelfs als architecten interessant wordt om in een heel vroeg moment al gewoon even te kijken hoe een ruimte voelt in VR. En dan zijn wij nog ontzettend getraind natuurlijk om onze eigen ontwerpen ruimtelijk te vertalen in ons hoofd. Maar zelfs wij komen af en toe dus op opmerkelijke dingen dat we denken, hey, verdorie, dat voelt toch net wat anders dan we verwacht hadden. Laten we dat eens even anders doen. Dus de stap waar we nu mee bezig zijn, want dat is een hele lastige eigenlijk nog, is dat we
niet alleen met design options werken. Hè, dus dat je, met de bril op kan schakelen tussen meerdere ontwerpvarianten. Maar we zijn ook dus nu aan het testen of je daadwerkelijk in VR kan ontwerpen door dingen live te verplaatsen, te verschalen enzovoorts. Maar dat staat nog wel echt in de kinderschoenen. Ik verwacht eigenlijk dat nog wel een jaar of twee duurt voordat dat echt zodanig intuïtief wordt dat het zin heeft. Maar dus wel dat wij eigenlijk zelf al in iedere fase even automatisch zeggen, even VR kijken. Dus wij gebruiken het heel, heel, heel vaak. Ja, precies. En hoe doe je dat dan nu als iedereen thuis werkt? Heeft iedereen dan thuis een VR-bril liggen? Nee, daar helaas, dat hebben we allemaal. Dat kan eigenlijk bijna niet. Het zou theoretisch kunnen als iedereen een bril heeft en een waanzinnig snelle computer thuis. Want het stelt natuurlijk ontzettend veel eisen aan je computer. Meer nog dan als je gewoon Revit software draait. Maar dat lukt ons nog niet. Dus corona heeft weer nieuwe uitdagingen als het gaat over VR. Ja, ja precies. Nee, dan is het toch, blijft dat kantoor toch nog belangrijk. En dan ben ik toch nog benieuwd van, als ontwerper, wat voor dingen kom je dan toch tegen waarvan je denkt van, dat had ik toch anders ingeschat? Nou, als wij dus in een heel vroeg ontwerpstadium in een VR-model rondlopen, dan is het vaak nog heel bezig, is het niet aangekleed, heeft het geen materialen, dus kan je puur kijken naar de ruimte. En dan soms dan denk je van, als ik in plattegrond ontwerp, als ik daar sta, dan kan ik precies in die split level kijken en dan zie ik precies dat tafereeltje wat daar op het maaiveld afspeelt. En soms doe je dus die VR-bril op en dan zie je, verdorie, dat werkt eigenlijk helemaal niet. We moeten dit anders vormgeven om dat effect daadwerkelijk te kunnen bereiken. Maar het kan ook zijn dat gewoon puur een bepaalde lichtinval door een raampartij, om even heel snel te kijken hoe valt nou die zon eigenlijk binnen en wat doet dat met de ruimte. En dat zijn allemaal dingen die je supersnel en redelijk intuïtief kan vaststellen in een VR-model. Ja, precies. Want als je het inderdaad moet samenvatten, wat het dan oplevert, is dat het levert in ieder geval heel veel tijdswinst op. Eigenlijk voor alle partijen. Hè? Omdat je veel sneller tot inzicht komt. In plaats van dat je alles moet bestuderen, kun je toch direct ervaren wat je tegenkomt. Ja, dat klopt. Wat VR voor ons oplevert is in eerste instantie heel veel tijdwinst inderdaad. Je hebt minder fouten die je maakt, die berusten op misverstanden. Je kan sneller de juiste feedback van met name je opdrachtgever naar boven halen. Maar wat ook echt heel belangrijk is en eigenlijk echt niet te onderschatten, het geeft gewoon heel veel plezier. Dus aan ons, maar ook aan een opdrachtgever, aan een eindgebruiker en aan een kozijnenleverancier die zijn eigen kozijnen opeens gemodelleerd ziet en daar nog even snel wat kan vinden en met ideeën komt, gewoon omdat hij enthousiast wordt van wat hij ziet. En enthousiasme brengt natuurlijk het beste in iedereen naar boven. Ja, precies. En dat is denk ik dan ook de boodschap die je richting andere architecten die nog niet met VR zo uitgebreid werken, dat je die wil meegeven. Hè? Van het maakt het proces eigenlijk leuker. Ja, dus mijn boodschap aan andere architecten zou zijn die nog twijfelen aan überhaupt VR. Probeer het eens gewoon en kijk hoe je erin kan bewegen, ervaren de voordelen en beleef de lol eraan die wij daar ook aan beleven. En zie het ook als een communicatietool richting je opdrachtgevers en als een asset. Ik merk gewoon dat wij toch echt een voorsprong hebben ten opzichte van andere bureaus die nog geen ervaring in VR hebben. En dat zegt zich ook wel snel voort, moet ik zeggen. Ja, heel goed. Dankjewel Maarten voor dit fijne gesprek. Dank aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.